460, de termen Yves. Yves Leterme is terug van nooit weg geweest. De voormalige eerste minister werkt dan wel in Parijs voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Maar hij trekt ook de lijst voor CD&V in Ypres, de stad waar Leterme burgemeester wil worden. Als Ouzo wegvalt, dan gaat Ypres op de eerste plaats. En dan ook Brussel opnieuw? Vandaag zijn we 14 oktober 2012. In Parijs zeggen ze, à chaque jour suffit sa peine. Iedere dag brengt zijn vragen, dus we gaan de problemen van vandaag vooral oplossen. Yves Leterme moet hier de belangrijkste buffer zijn tegen de opkomst van N-VA, maar ook tegen de socialisten en de liberalen. De ex-premier sloot de voorbije weken heel wat lokale voorakkoorden om de macht van zijn partij te vrijwaren. Op voorhand spreken en kijken of je inhoudelijk voldoende overeenkomsten hebt. Wordt N-VA geweerd uit coalities? Absoluut niet. Ik heb in Ypres een kartelafspraak met N-VA. Dus het is het mooiste bewijs dat we kiezen in functie van de lokale belangen, de belangen van de mensen. En ik hoop dat dat vandaag overal gebeurt. Yves Leterme maakt zich weinig zorgen om zijn eigen resultaat. Het is ook al zijn 15e campagne. Maar zelfs Leterme kan niet uitsluiten dat CD&V en West-Vlaanderen achteruit gaat.